Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 5 hier in Spanje. Ronde nummer 5 van het kampioenschap. En heb je die vorige video in Imola gemist, dan zal ik die eerst even terugkijken. Voordat je deze dus gaat zien, dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer. Vooral voor meer wekelijks F1 23 My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Zijn op dit moment niet meer het slechtste team, komen een aantal updates aan. Die moeten ervoor gaan zorgen dat we wat richting Alfa Tauri kunnen gaan klimmen. Wellicht ook misschien Alfa Romeo, wie weet. We hebben ook niet zoveel geld op de bank, $1,16 miljoen. Ik zit even te kijken om misschien andere handschoenen te nemen, maar toen twijfelde ik en dacht, nee, doen we niet. Goed verhaal. 11e in het coureursklassement, 1 puntje achter Pierre Gasly. Openingsraces waren goed, helaas in Imola en Azerbaijan dat we daar geen punten scoorden. Jammer, kijken of we dat dit keer wel kunnen doen, maar ik ben er bang voor. Er komen dus updates binnen en dat is dus goed om te zien. Ook een, wat is het, een dilemma die we moeten kiezen als rivaal en we gaan voor Guanyu Zhou. Eigenlijk heet hij Zhou Guanyu, maar goed, we noemen hem andersom. En dan spoelen we de tijd weer eventjes door, lijkt mij. Jazeker, weer wat inkomsten gepakt. De Pirelli Hot Lap slaan wij dus over. En dan vind ik het wel tijd voor de kwalificatie voor ronde nummer 5 van seizoen 1. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of wij een goed rondje kunnen gaan neerzetten op het vernieuwde circuit van Barcelona. De laatste chicane is eruit gehaald en we rijden dus nu weer terug op het oude circuit. Het jaar 1990 dat we dit voor de laatste keer gebruikten. En nu dus weer. Daar bij de eerste twee bochten, moment te wijd. Hier durf ik helaas geen vol gas te nemen. Zijn we aanbeland bij het nieuwe gedeelte van de baan. En daar verpest ik dus de laatste bocht. DRS geopend en dat is helaas een 1.17.5 op een P9. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. Op dit moment de laatste plek in onze handen. Gaan kijken of we ons kunnen verbeteren met de motor die ook wat beschadigd is. In de volgende wedstrijd gaan wij hem gewoon dus wisselen. Overtake dus weer aangezet. DRS dus geopend. En verschoor op P18 doet hij goed. Eerste bocht nemen we wat te wijd. En daar een moment overstuur en het is gedaan. De ronde is weg. En dat betekent einde verhaal voor ons. Want Verstappen is als snelste Q1 geëindigd. En wij staan helaas op een laatste plek. Op ruim 4 seconden van Max. Een hele slechte tijd. En is het op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 5. Daar gaan we dan. Circuit of Barcelona Catalunya has been on the calendar for over 30 years now. And it has served up some classics. Michael Schumacher's first win for Ferrari in 1996 in the rain. We have much better weather here today for the Spanish Grand Prix. It's a sellout crowd of 140,000 here today as we await lights out for the long run down into turn 1. This is a 2.9 mile racetrack. Overtaking is challenging here, to put it mildly. There are 16 corners, but there's still a lot of drama and excitement to be found out there on track. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Leclerc, Perez, Sainz, Norris, Fernando Alonso, Ocon, Hülkenberg, Gasly, Magnussen, Russell, Oscar Piastri, Tsunoda, Joe, Bottas, Stroll, Albon, De
Dumfries, Richard Vershaw. Sergeant, Richard Vershaw. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. And we welcome Natalie Pinkham to the comm box once again. Nat's no weather issues to worry about. It is dry and glorious out there. Everyone can focus on the racing. Well, the regulations aren't new anymore, but the teams and the drivers are still coming to terms with them. I firmly believe it's also track specific. We've seen some wheel-to-wheel racing throughout the year. Some tracks lend themselves better to it than others. I'd like to see it at every race in the whole season. Is that too much to ask? Nou, dan zijn we inmiddels aanbeland bij de grid voor aflevering nummer 5. Ik verwacht er niets heel bijzonders van. We moeten gewoon het best van zien te maken. Hopen dat Vershaw nog wat naar voren kan komen. Strategie is soft medium. Of medium soft. Even kijken wat we gaan doen. Er kan ook een safety car komen. Dus ja, daarmee kan de strategie ook in één keer op zijn kop worden gezet. En als we dat eenmaal hebben gedaan, dan is het tijd voor de formatieronde. Even zo meteen ook even de brandstof even aanpassen. Brandstof niet aangepast, maar goed, dat geeft niks. Hebben we dus een 22 plaatsen gridstraf vanwege componenten wisselen. Stond er toch achteraan, dus ja, dan had het gewoon zin om dat te doen. Okay, so our system checks are good. We need to stay in formation and start bringing the car up to temperature, please. Get some load into the tires and work the brakes. We want them nice and warm by the end of this lap. Nou, gebruikelijke informatie van Mark Priestley dus. Banden opwarmen, remmen opwarmen, motor opwarmen en that's it. Dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 5 van F1 23. My Team Karim wordt met onszelf op de laatste plek. We scoren op P20. Iedereen rijdt denk ik op de zachte band. Wij gaan voor een andere strategie. Kom aan bij de gridslot. We komen er prima in, jazeker. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 5. De lampen voor de grote prijs van Spanje zijn uit en we zijn onderweg. En komen prima weg, Sergeant slecht weg, Vershaw slecht weg, raken Vershaw er al per ongeluk op de achtervleugel van mijn landgenoot. Daar hier aan de binnenkant bij Albon over het gras. Dat is gelukt, maken een divebomb naar Tsunoda. En de Vries zitten daar zij aan zij en wij moeten daar even oppassen. Bottas heeft ons weer te grazen genomen. Sergeant weer naar P19. Want hij pakt ons daar binnendoor. En Vershaw zit er ook te kijken. Knijpt hem daar af. Lukt helaas niet. En moeten daar op de rem. P21. Goeie start. Daarna was het helaas minder. Kunnen hier niet aanvallen bij mijn teamgenoot. Zit in ronde nummer 2 als Vershaw al is weggereden. Het gat is 1.5. Sorry, 1.3 als we daar een onderstuurmomentje hebben. En dat is het gras geraakt. En Sergeant is ons voorbij. Laatste plek dus op dit moment voor ons. Maar weet wel, de jongens voor ons moeten allemaal eerder naar binnen. Moeten proberen Sergeant weer terug te pakken in de grote prijs. Daar weer een moment onderstuur. En overtakenknop weer aangezet. Ronde nummer 6 als Logan Sergeant inmiddels 2,7 seconden van ons is vandaan gereden. 3 seconden inmiddels. Dit wordt een eenzame race. We moeten hopen op een wonder. Gele vlag. Want Kevin Magnussen is uitgevallen. Stond daar stil in sector 2. Wat gaat de FIA doen? Wat gaat de race direct doen in de grote prijs? Herhaling van Kevin Magnussen die hem denk ik hier al helemaal kwijt was. Oftewel de motor begaf het. De Haas moet zijn strijd hier staken.
en P22 is voor hem. Magnussen staat daar nog steeds stil in ronde nummer 7. En daar hebben we een moment onderstuur, grindbak en achterstand met Sargeant wordt alleen maar groter. Sorry, met Verschool wordt groter. En daar is ons wonder. De safety car is op de baan uitgeroepen omdat Magnussen daar hele lange tijd stil stond. We hebben dus blijkbaar schade gereden. En er is geen nieuwe strategie beschikbaar. Leuk. Maar goed, we duiken dus toch naar binnen voor de harde band. Gaan deze mediumbanden dus dumpen. We komen terug op P21. Safety car is inmiddels bij de leider. Ik denk dat hij Charles Leclerc heet. DP3 moesten wat wachten omdat Verschoor daar net wegreed. Minder, maar goed, het is geen probleem allemaal. Want de safety car pakt iedereen op, vangt iedereen op. En dat betekent dat we zometeen naar Nyck de Vries zijn toegereden voor P20. Koude banden, maar goed, dat is geen probleem. We zijn ook in besparingsstand van de brandstof en de ERS, zodat we die zometeen op volle vermogen kunnen gaan gebruiken tijdens de herstart. Leider is inmiddels dus bij de safety car. Safety car dus in deze ronde, in ronde nummer 9. Sergeant is naar binnen gedoken en wij kwamen er gelukkig nog voor. En moeten nu het hoofd koel zien te houden en proberen naar Esteban Ocon zometeen aan te vallen. Als dat lukt, achterbanden nog goed opwarmen voor de herstart. We zijn niet echt wakker gebleven, want ja, Ocon rijdt al van ons weg. Probeer hier weer aan te sluiten. En daar een moment onderstuur. Wat doet Logan Sargeant? Zit al te kijken, maar wij gooien de overtakeknop aan en wij rijden wat weg van de jonge Amerikaan. Vallen daar aan bij Ocon, maar komen net iets te kort. Nog steeds P20 in ronde nummer 10. Daar een moment onderstuur en dat ziet Sargeant aan de binnenkant. Hij is er nog niet voorbij. Russell op P18. We kunnen hier naar Ocon toe rijden. Zometeen hebben wij dat rechte stuk wat we kunnen gaan gebruiken. Hier helaas nog niet. ERS dus weer aangezet. Maar Ocon heeft een snellere auto. Onder nummer 13 is het als Sargeant nog steeds achter ons is en dit keer is het Nyck de Vries die voor ons rijdt. We hebben gewoon last van de onderstuur. En Sargeant wordt daar geblokkeerd in ronde nummer 14. Kan er niet voorbij. Houden de auto mooi breed. Maar daar zit Sargeant wel aan de binnenkant. En er is een kleine touché. Auto daar bijna kwijt. En Sargeant moet echt even oppassen namelijk. Wat er zometeen gaat gebeuren. Hier is die binnenste knik voor ons. En duwen hem daar mooi wijd. In ronde nummer 14. Nog 9 rondes te gaan. Volgens mij leidt Max Verstappen de wedstrijd. En gaat hij als het zo zou gaan eindigen. Weer een race winnen in My Team Career Mode. De motor is er wel aan. Ronde nummer 16 is het. Als Sargeant dat gat weer heeft dichtgereden. Tot 15e. Zometeen volg ik dat DRS-stuk en dan zijn we gewoon de Sjaak. En dan ben ik bang dat we op P21 zullen gaan rijden op de laatste plek. Maar hier kan het ook al gedaan zijn. Sargeant aan de binnenkant moet daar even oppassen, maar hier gaan wij de fout in. Door op het grind te gaan, topsnelheid is helemaal weg. We gaan nog verdedigen. Kan er nog niet voorbij.
moeten wel oppassen voor de DRS daar weer te wijd. En dit keer de escape route nemen. En Sergeant is er dit keer wel voorbij. In ronde nummer 16 en rijdt gelijk van ons weg. Hier een moment onderstuur. Het is niet onze race, niet onze dag alweer helaas. Schoor verslaat ons alweer. Net als in Imola. Nu dus in Spanje. We kunnen nog niet echt meevechten voor de punten. Hopen op het betere werk in de volgende wedstrijd. En Max Verstappen wint de wedstrijd in Spanje. Heeft het goed gedaan. Wij komen thuis op P21 na een teleurstellende race. Waar we gewoon topsnelheid en ja, downforce tekort. Het is wat het is. Op naar de volgende race. For the team from Milton Keynes then, after a quality performance. So, Natalie, what made the difference out there today? I feel consistency was probably the key today. There's being quick, and then there's being quick lap after lap after lap. If you can do that, you can capitalize on other people's errors without making many of your own, and that's an approach that can push you a long way up the field. Red Bull are our winners today after showcasing some incredible driving. It's been a huge push from them lately to stay competitive with the other teams, and they're certainly proving themselves. Nou, hier hebben we dan dus de uitslag van de wedstrijd. Max Verstappen wint dus alweer een race in My Team Caremo. Pakt ook dat race van de punt. Leclerc naar P2, Hamilton naar P3, Perez 4, Alonso 5. Wij dus naar P21 dankzij een uitvalbeurt van Kevin Magnussen. Schoon naar P19 dus. En P11 in het coureursklassement. Verstappen leidt voor Perez met 12 punten verschil. P7 in het constructeurskampioenschap met 7 punten in totaal. Beter een punt dan geen punt, zeg ik altijd. Dus dat is goed om te zien. Even de rest opnoemen. Alonso 5, Norris 6, Sainz 7, Gasly 8, Oscar Piastri P9 en George Russell pakt dat late punt voor Mercedes. Van P12 naar P10 doet hij goed. Rivaliteit, breakdown met mezelf en Zhou Guanyu. Of Guanyu Zhou eigenlijk. 3 tegenover 6. Lopen een beetje achter. Maar goed, geen probleem. Het zou ook geen ramp zijn als we het niet zouden hebben gehaald. Team Acclaim is level 9, zie ik. Verschoren is level 8. Wij zijn nog steeds level 6. Gaan we zo meteen door naar het sponsorgeld. Kijken of we dat hebben behaald. Nee, want we hebben geen punten gescoord. Dus $0 helaas ontvangen. En ik heb 40.000 misgelopen. Dus in totaal $85.000 weer erbij verdiend. In totaal $2,46 miljoen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de aflevering dan. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F123 My Team Caremo content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. Dus schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je geen enkele race meer van mij mist. En volg mij ook even op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Dit was Jenan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.